De tweede golf van het COVID-19-virus in Suriname komt onder meer door een geïmporteerd geval uit Frans-Guyana en is gerelateerd aan een districtscommissariaat. Dit zegt Ingrid Krishnadat, epidemioloog aan de ADECUS. Krishnadat zegt dat een schoonmaakster van het districtscommissariaat illegaal naar Frans-Guyana is geweest en ziek terug is gekomen. Ze is daarna normaal op kantoor geweest. Dit gebeurde een week voor de verkiezingen en in die periode gingen er veel mensen over de vloer. Deze schoonmaakster is case nummer 14. U ziet recht boven zie je het nummer 16. En nummer 16 heeft al die balletjes eromheen besmet en is gegaan naar nummer 14. Nummer 14 heeft daarna nog meer besmet en heeft een x aantal andere balletjes besmet die ook weer andere mensen hebben besmet. En zo verder en zo verder. Dat hebben we helemaal terug kunnen traceren tot ongeveer 50 mensen. En nog steeds vinden we mensen die eraan gerelateerd zijn. Maar nummer 16 zelf zie je dat die balletjes van nummer 16 geen kindertjes hebben gehad. Dat komt omdat we heel snel dat hebben gevonden en die mensen in quarantaine zijn geplaatst en afgezonden. Maar de verkiezing eigenlijk rond nummer 14 was zo groot en het verkeer was zo groot dat we dat niet allemaal terug hebben kunnen vinden tot nu toe nog. Maar we zien nog steeds gevallen. Krishnadat haalt aan dat er een tweede cluster is die terug te leiden is naar Transamerica in Albina. Er zijn daar heel wat gevallen geïdentificeerd en die blijven toenemen. Dit is de cluster van Transamerica. Je ziet, ze gaan allemaal, dit is een cluster, naar een plek toe. Ze gaan allemaal terug naar die plek, Transamerica. En daaruit zie je dus een x aantal andere mensen. Nu zien we hier alle clusters samen. Je ziet eigenlijk weer diezelfde curve die je in het begin had gezien, maar nu opgedeeld in clusters en naar brandtracing. In het begin zie je echt die grote clusters duidelijk, maar later zie je meer kleine. Maar het feit is dat je bij onderzoek vaak merkt dat een paar kleine weer terug te herleiden zijn naar die grote. En zo kom je eigenlijk telkens een stapje verder. Tot zover Ingrid Krishnadat, epidemioloog aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Ze sprak gisteren op de COVID-19 persbriefing.